Veel mensen in Nederland willen hun huis graag isoleren. Ze denken erover na, ze praten erover, maar ze doen het uiteindelijk niet. En dat komt omdat ze het te ingewikkeld vinden en te duur. De kosten van een verbouwing om een huis energiezuinig te maken kunnen variëren van 7.000 tot 25.000 euro. Met de regeling die woningabonnement heet, worden die kosten dus verwerkt in de energierekening. Dan krijgt u verschillende maatregelen. Zonnepanelen, isolatie van het dak, isolatie van de gevel, mogelijkerwijs ramen, glas, nieuwe mechanische ventilatie, misschien nieuwe cv-ketel. Volledig afhankelijk van uw woning. De zonnepanelen aan die kant, dat lijkt me nou niet... Nee, maar dat is geen optie. Dat is ook geen optie. Nee. Oh, dat is goed. Elsbeth Nijhuis en Theo Franke willen hun huis isoleren, maar ook met de kinderen op vakantie naar Zuid-Afrika. De aanleiding voor ons waren om eens te kijken van, god, zouden wij zonnepanelen kunnen gaan plaatsen? Maar wellicht dat er in het huis nog betere of meer maatregelen te nemen zijn. En dit zou een mooie gelegenheid zijn om dat te combineren. Je kunt geld maar op één manier uitgeven, maar één keer uitgeven. En als het op deze manier voor ons aantrekkelijk is, dan doen we dat. De provincie Overijssel heeft 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zo'n 600 woningen. In Deventer zijn al 20 woningen met deze financiering verbouwd. Mark Serrano is de eerste deelnemer. Een van de dingen die we hebben laten doen is vaatwasser, een energiezuiniger model. De koelkast en de vriezer. We hebben de muur tussen de garage en de keuken hebben we geïsoleerd. En natuurlijk de zonnepanelen. De eerste deelnemer vindt het een aanrader. Met name, je hoeft je eigen spaargeld niet te investeren. Doordat je zoveel energiekosten bespaart... Kun je uiteindelijk gewoon dezelfde standaard blijven leveren, terwijl je geld gewoon nog achter de hand houdt.